Het orkest van de 18e eeuw op tournee voor de 160ste keer samen met Capella Amsterdam. De Matthäus Passion, een diep gewortelde traditie. Wat klinkt er in de Matthäus waardoor wij er steeds weer naar willen luisteren? Wat is toch de kracht van Bach? Op Goede Vrijdag 1727 in de Thomaskirche te Leipzig komt de Matthäus tot klinken. In een vesperdienst samen met een preek en andere liturgische onderdelen. De tekst komt uit drie verschillende bronnen. De Bijbel, een gangbaar gezangboek met koralen en speciaal geschreven tekst van Picander. De Matthäus spreekt zo aan omdat veel emoties herkenbaar zijn, gelovig of niet. En Bach verdiept die emoties zonder sentimenteel te worden. Naast Erbarme Dich is de aria Komm Süßes Kreuz met de speciale begeleiding van de gamba wel een van de mooiste voorbeelden. De lastige dubbelgrepen verklanken het schokken bij het dragen van het kruis. En natuurlijk, muzikaal vernuft doet ons steeds weer naar de Matthäus luisteren. Hier klinkt de oproep om met Jezus te waken, afwisselend met het koor dat in contrast een slaaplied zingt. Bach brengt meerdere lagen aan in zijn muziek. Het openingskoor is een bijzonder voorbeeld. De luisteraar wordt opgeroepen om mee te helpen klagen. Maar er zijn vragen. Wie en hoe dan? En boven het geharrewaaruit klinkt een onschuldig jongenskoor met het aloude koraal O Lam Gott Unschuldig. De Matthäus Passion, dramatiek verpakt in pure schoonheid.